Ja, want we moeten gaan schakelen met Maastricht, want daar is zojuist de extra raadsvergadering is af. Die is nog niet afgelopen, begrijp ik? Oké. De raadsvergadering is nog bezig, dat is de affaire rond Onno Hoes. Floor Bremer van RTL Nieuws staat in Maastricht, Floor. Die vergadering is om 9 uur begonnen, we leven nu 11:50. Staat er maar 1 punt op de agenda? De kus. Ja, het is een ingelaste vergadering, bij elkaar geroepen door Onno Hoes zelf. En er staat inderdaad maar 1 punt op de agenda. En dat is wat er de afgelopen week allemaal gebeurd is. Ja, wat er allemaal gebeurd is, is zeg maar de bekentenis rond de zogenaamde Torboys, wel of niet affaires gehad. Dat is bijna niet meer relevant. Het gaat erom hoe de gemeenteraad zijn burgemeester ziet. Hangt Onno Hoes aan een zijde draadje, althans figuurlijk dan gesproken, of is er helemaal geen gevaar voor zijn positie? Ja, dat weten we eigenlijk niet precies. We hebben natuurlijk wel van tevoren fractievoorzitters gesproken. Het is een overleg met de 11 fractievoorzitters van de partijen die in de raad zitten. En een week geleden hebben ze hier ook met z'n allen gezeten met de burgemeester. En toen zei de burgemeester, nou, het is een privé-kwestie. Jullie weten nou alles, verder is er niks te melden. Nou ja, je weet, sinds die week is er nog het een en ander naar buiten gekomen. Die foto die op een homo-ontmoetingssite heeft gestaan. Er is iemand anders naar buiten gekomen die zegt een verhouding met de burgemeester gehad te hebben. De burgemeester zelf is nog met een heel verhaal naar buiten gekomen in een interview gisteren. Dus de raadsleden hebben zo langzamerhand zoiets van, hoe privé is deze kwestie eigenlijk? En daar willen ze het vandaag vooral met de burgemeester over hebben. En of zijn positie daarbij op het spel staat, ja, dat weten we op dit moment niet. Want er komt helemaal nog niks naar buiten uit de raadsvergadering. Heb jij de burgemeester kunnen spreken? Nee, de burgemeester zelf hebben we niet gesproken. Ik weet wel dat hij de stad even heeft toegesproken hier achter mij in het stadhuis waar gezongen werd. Maar verder heeft hij helemaal niet met de pers gesproken vandaag. Dankjewel, Floor Bremer. Straks in RTL Nieuws nog meer nieuws over deze zaak in Maastricht. Dankjewel.